kleur van jouw lippen. Vandaag is rood, wat rood hoort te zijn. Vandaag is rood van rood, wit, blauw. Ja, dat is wel een bijzonder moment. Het is nou de derde keer dat ik dat meemaak. Ik ben zelf in 2003 in de Staten gekomen. Maar waar ik heel blij om ben, is dat we weer met een PvdA-fractie van 12 leden de Staten ingaan. We zijn twee keer zo groot als de tweede fractie, de VVD. Twee keer zo groot als de SP. Dus we hebben echt een hele goede uitgangspositie in de onderhandelingen. Vandaag is rood gewoon weer liefde tussen jou en mij. Nou, vanavond zijn de onderhandelingen. De eerste openbare onderhandelingsronde. Dat doen we altijd met de Groninger methode. We gunnen eerst de burgers en de maatschappelijke organisaties de mond. Die hebben de kans gehad om brieven te sturen. Die krijgen de kans om vanavond in te spreken. En daarna dan gaan partijen formuleren wat ze belangrijk vinden voor de komende vier jaar. Laat alles achter, kijk vooruit en met mijn laatste rode cent. Koop ik een veel te grote bos met 150 rode rozen. Nee, daar zijn we gewoon in de fractie nog niet over uit. We hebben nog maar een eerste verkennende ronde gehouden in de fractie. Dat is zo'n hele hectische fractievergadering die eerste keer. Komende zaterdagochtend gaan we nog weer eens met de fractie eens bij elkaar zitten. We willen nou van de verschillende partijen ook wel eens horen wat zij als harde punten hebben voor de komende vier jaar. Ja, dan moeten we even de balans gaan opmaken. Maar één ding staat voor mij vast. Zoveel mogelijk van ons eigen PvdA-programma realiseren. Daar hebben de kiezers voor gestemd en dat moeten we proberen waar te maken. Vandaag is rood, de kleur van jouw lippen. Vandaag is rood, wat rood hoort te zijn. Ja, daar heb ik toch een wat gemeen gevoel bij. Aan de ene kant is het zo dat de adrenaline nog door mijn aderen heen jaagt. Aan de andere kant ben ik echt helemaal uitgewoond. Hectische periode gehad, chronisch slaaptekort. Veel stress, maar je krijgt ook ongelooflijk veel energie van die campagne. En ja, als het uiteindelijk ook nog behoorlijk beloond wordt in de uitslag. PvdA de grootste in een versplinterend politiek landschap. Ja, dan overleef je wat tevreden. En drinken goed glas wijn.